Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is weer zondag. Het regent, natte sneeuw, weet ik veel. 2 graden, fucking koud. Dus, leuke zondag. Maar goed, we gaan daar de kerstboom opzetten. Toch wel. Heb ik er zin in? Nee. Nu nog niet in ieder geval. Dus, maar goed, dat zien we dadelijk wel weer. We gaan even boodschapjes doen en dan... gaan we weer naar huis en verder blijven we thuis. Het is echt, echt vies weer en blijft echt de hele week zo. Daar word ik echt niet gelukkig van. Maar goed, let's go! Wij zijn winterproof. Oh, godzijdank. Oh, kut die touwen. Een hele goede morgen. Het is maandag, 8:15. Het is koud en het is wit en ik ben niet zo gek op de winter. Jawel. Dus Ron is even de meiden naar school brengen, want Ron is vrij vandaag. Dat gaat hem niet worden met metselen. Dus dan ga ik even wachten. En daarna ga ik even mijn boodschappen doen. En daarna ga ik aan het werk. Daarna gaan we nog even verder versieren. En daarna weet ik het niet. Zien we dan alweer. Als gewoon thuis is, is alles een verrassing. Of niet. Dus, let's go. En de boom staat. Nou, daar nog een en neergelegd. En het sneeuwt weer. Top. En ik ben even creëerbeer geweest en ik heb een nieuwe layout voor de site gemaakt. Zijn vandaag 1. Maar wachten. I'm painting blue, what I'm about to do.
En ze is lekker bezig met versieren. Leuk man. Heb ik het leuk gedaan? Oh, ja. Shit. Ja, oké. Okay. Check. Ja, die is een beetje mislukt, maar die twee zijn wel goed gedaan. Leuk! Andere... Die is ook leuk, dat treintje. Ja, die heb ik eerder en gewoon kijk, ik heb dat. Ja, die achterste is een beetje voor. Ah, voor nu. Nee, dat maakt niet uit. Lekker bezig. Mijn zus. Hij is dus. Zo, ik sluit de vlog een keer af. Yay! Elke keer vergeet ik het of ik ben niet lekker en nu doe ik het een keer wel. Dus het is hoe laat? Kort voor 7 pas. Ik ga even mijn broertje bellen. En dan ga ik mijn make-up eraf halen en dan ga ik naar bed. Ja, dat ga ik doen. Dus wel blij met mijn nageltjes. Yeah. Kijk hoe lang het op blijft zitten. Maar goed. Morgen niet veel in de planning. Ik weet niet of er al morgen gaat werken. Het is een beetje afhankelijk van het weer. Dus dat moeten we maar even kijken. Dus. Maar voor nu. Tot morgen. Een hele goede morgen. Het is dinsdag. Weer bij 7:15 of zo. Ron is nog thuis. Dus die is even lekker de mijne naar school aanbrengen. Maar luxe. Dus ga ik even wachten. En daarna ga ik even mijn boodschapjes doen. En... weet ik veel. En dan vanmiddag hebben we een rapportgesprek bij Rachel op school. Dus ik ben er benieuwd. Ik zet je even neer. Nou, is dat scheef? Het is op de kinges. Dus. Het is wel fijn dat Rome mee kan. Meestal doe ik dat alleen. Maar nu gaat hij lekker gezellig mee. Dus. Ja. Het is volgens mij wel koud. Het is in ieder geval gestopt met sneeuwen. Olé. Dus. Ja, ver niet veel eigenlijk. Nee. Ik moet eerst medicijnen nemen, want ontplof. Dus, let's go. En het is inmiddels bij, weet ik, van 11:30 of zo. Ik zat even een bloemkool. Even nachelen. Dat is wel leuk, hè? Dan vraag je aan een puber. Schat, jij mag morgen zien wat we gaan eten. En dat mag wat lekkers zijn. Nou ja, hoop pubers zou kiezen van, oh geef mij maar een Mac of geef mij maar pizza. Nee, wat zegt mijn dochter? Mam, bloemkoolpuree. Ja, wel gezond, toch? Dus, maar dat ga ik nu allemaal voorbereiden, want ik heb dadelijk een rapportgesprek bij Rachel op school. En ja. Meestal als ik daarvan terugkom, dan ben ik moe en chagrijnig en dan heb ik meestal geen zin meer. En dan weet ik wel hoe het gaat, want dan eindig ik weer bij Yummy Yummy, oftewel het boek. Omdat ik geen zin heb om te koken, omdat ik, ja, er zit best wel wat werk in. Dus dat doen we nou van tevoren, maar eventjes. En ondertussen denk ik van nou, vlogcamera maar aan. Dan heb ik ook eens wat te vloggen. Toch? En de zon schijnt. En het sneeuw gaat hopelijk ook weg, want ik ben spuug en spuugzat. Werkelijk waar. Ik weet niet of ik het verteld heb, maar gisteren echt een wijze paniekaanval. Man. Nou waarom? Nou, ik durf de stoelbrand niet af. Ja, die dingen heb je. Je blijft toch bang, en zeker als je nu valt. Wauw. Doe maar niet. Doe echt maar niet. Dus. Maar goed. Ik had gestofzuigd en ondertussen ligt helemaal keuken vol met bloemkool. Top. Geniale actie weer. Maar goed. Nee, ik hoop dat het nu echt een beetje klaar is met het kloten weer. Ik vind het leuk, de sneeuw. Let me know. Ik niet in ieder geval. Ja. Meid ook niet trouwens. En ze zijn zielig, hè? Dan zie je echt kinderen 's morgens gewoon nog gevaarlijk op de fiets gaan. En denk van, ja kijk, ik snap best dat niet elke ouder in staat is om zijn kind naar school te brengen of wat dan ook. Maar kunnen die kinderen dan niet met openbaar vervoer of zo? Ik vind het levensgevaarlijk, man. Echt levensgevaarlijk. Maar goed, we denken niet allemaal hetzelfde. Gelukkig. Nou ja, gelukkig. In dit geval zal een hoop ongelukken schelen in ieder geval. Dus, heb ik verder nog wat te melden? Nee. Ja, ik ga een stuk bloemkool. Ja, dat bedoel ik. Oude hoeren en een bloemkool van nachtelen gaan niet worden. Oh.
Maar goed. Ik ga het even verder stunten, ja. We hebben gewoon nog aardbeien. Geen idee of ze tevreden zijn. Moet ik even wachten. Want Ras is met haar vader mee. En ik eet altijd samen met Rasje. En ik heb nog bloemkoolpuree over. Dat gaan we bewaren. En dat kunnen we opbakken. En dat is super lekker. Oh, het is weer super vroeg. Het is 5:05. Waar ligt toch de computer? Maar ik ga het vlog afsluiten. En dan kan ik hem gaan editen, zodat jullie morgen woensdag kunnen zien. En morgen start ik weer een nieuwe vlog. Ik heb dadelijk toch niet veel meer te vloggen. Mij en aardbeien zien eten is totaal niet vlogwaardig, geloof me. Nou, dan ga ik lekker douchen en dan ga ik lekker naar bed. Dus, morgen gaan alle wekkertjes weer, morgen gaat Ron weer werken, dus... Ja. Home alone. Dus, hey, duimpje omhoog als je het leuk vond. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen. Doei!